introductie gehad. En ik heb hier de titel staan, het Huis van God. Wij heten ook Huis van God. Dat is de gemeente van de levende God. Zuil en fundament van de waarheid. Nou, dat hebben we gedaan, bewust een introductie om even het totaalplaatje te geven. En met dat totaalplaatje gaan we door de eerste Korinthebrief en daarna de eerste Timotheusbrief. En dan gaan we leren over de gemeente. Dan gaan we meer in detail kunnen meteen toetsen of wat ik heb gezegd, of dat klopt. En zo beginnen we vandaag met de eerste brief. Maar even een korte introductie op de Korinthebrief. Ik vind het altijd prettig om te weten wat is de setting van de brief, zodat ik een beetje snap, zodat wij een beetje begrijpen van wat is de context. Nou, Paulus, dat was een apostel. Paulus heette eerst Saulus. En die was heel erg agressief aan het strijden tegen het christendom. Mensen aan het vervolgen. Er is zelfs een verhaal in Handelingen waarbij hij aanwezig was bij de steniging van Stefanus. Een man vol van de geest. Hij was onderweg vanaf Damascus. Dat ligt hier ergens. En toen is Jezus persoonlijk aan hem verschenen. En die heeft gezegd: Saul, Saul, waarom vervolg jij mij? Waarmee Jezus eigenlijk aangaf, doordat jij christenen vervolgt, vervolg jij mij. Je vervolgt het lichaam van Christus. Hij heeft hem toen erkend als Here. Hij is hem toen gaan volgen en hij is een grote zendeling geworden. Een bekende apostel. Hij heeft kerken geplant door heel Turkije en door Griekenland. Hij heeft meerdere zendingsreizen gehad, 3 zendingsreizen. En op de 2e zendingsreis heeft hij hier in Korinthe een kerk geplant. Nou, voor wie niet weet waar we ongeveer zitten, misschien weten de kinderen niet echt waar we zitten hier. Hier heb je Nederland, daar Engeland, Frankrijk. En dan heb je hier Griekenland. En dan op dat puntje daaronder heb je Korinthe. En als we inzoomen, dan heb je hier wat meer ingezoomd. Korinthe was een havenstad. Het was een stad met ongeveer 400.000 inwoners. Ter vergelijking, Eindhoven heeft 225.000 inwoners om en nabij. Dus ongeveer het dubbele, niet helemaal. Dus best wel een flinke stad, best wel wat mensen. Korinthe stond er onbekend als havenstad. Er werd veel handel gedreven. En dat is positief, dan is er welvaart. Maar de negatieve kant is dat er ook heel veel immoraliteit zal ontstaan. En dat zie je eigenlijk ook in Amsterdam. En er was ook heel veel afgoderij. En er was tempeldienst. En tempeldienaren waren tempelprostituees. Er waren ongeveer 1000 prostituees in die stad, wat we weten. En dat was dan zogenaamde godsdienst. Maar dat had eigenlijk niet veel mee te maken. En we zien eigenlijk overal waar afgoderij is, zien we ook heel veel immoraliteit. Het was een enorm immorele stad dus. Kinderen, immoreel betekent dat mensen heel veel slecht deden. Een slechte stad. En dan zien we in 1 Korinthe 8, of in Handelingen 18 zien we het ontstaan van die gemeente. Paulus die komt daar en die begint daar te preken in de synagoge. Dat was een soort Joodse kerk. En daar wordt het woord verkondigd. Er komen mensen tot geloof, maar er komt ook weerstand. Hij mag mee met de kindjes, hè? Ja, hij wil niet. Hij wil niet. Oké. Maar er komt weerstand vanuit de Joden, zoals zo vaak. En dan zegt Paulus: nou weet je, jullie zoeken maar uit. Bloed, ik heb jullie de boodschap verkondigd. Het bloed is nu aan jullie handen. En het lijkt alsof hij de moed wat verliest. En in de nacht krijgt hij een visioen van de Heere. En de Heere zegt: Paulus, je hoeft niet bevreesd te zijn. Je hoeft niet bang te zijn. Ik heb in deze stad heb ik veel mensen. En dus ik geloof ook dat de Korinthe-gemeente best wel een grote gemeente was. Omdat God zei: ik heb veel mensen. Nou goed, uiteindelijk staat de mensen niet zo aan. Dan wordt Paulus nog voor een stadhouder, voor de burgemeester gebracht. Maar die heet Gallio. En nou, die burgemeester ziet: ja, weet je, dit zijn allemaal zaken. Dat gaat over jullie wet. Dat is mijn pakje niet aan. Zoek het maar uit met elkaar. Dus dat is een beetje de setting van de Korinthe-gemeente, hoe het startte. Hij ontmoet daar ook een bijzonder stel, Aquila en Priscilla. Daar zullen we meer over lezen. En die leggen ook iemand die nog in het geloof van Johannes de Doper gelooft. En dat is Apollo, die komt hier ook voor in het eerste hoofdstuk van 1 Korinthe. Die leggen ze nauwkeurig het woord uit. En de brief die is geschreven vanuit Efeze, in de derde zendingsreis. Of Paulus heeft hier 1,5 jaar gezeten. In de derde zendingsreis
heeft Paulus 3 jaar in Efeze gezeten. En in 1 Korinther 16 staat ook gewoon dat hij in Efeze is als hij deze brief schrijft aan de Korinthe-gemeente. In 1 Korinther 4 zien we ook dat Paulus Timotheus, een van zijn trouwe vrienden, daarheen stuurt naar de Korinthe-gemeente. Paulus is daar 1,5 jaar geweest in de Korinthe-gemeente. We weten ook dat hij een tijdje daar gewerkt heeft, een tentenmakerij had. Hij heeft totaal 15 jaar gereisd en een heel klein deel daarvan heeft hij dus ook tenten gebouwd met Aquila en Priscilla. Nou, waar gaat de brief over? Uit deze brief halen we ook dat er eerder een brief was gestuurd, maar daar hebben ze wat dingen niet van begrepen. Er is ook nieuwe informatie bij Paulus terechtgekomen en daar reageert hij op. Alleen die brieven, het schrijven van hun en de eerdere brief aan de Korinthe, die zijn we kwijt. Maar uit de tekst kun je wel ongeveer halen wat de vragen waren of wat de kwesties waren. Nou, er waren allerlei problemen. Hoofdstuk 1 tot 4, dat gaat over verdeeldheid in de kerk. Hoofdstuk 5 gaat over dat er hoererij is binnen de kerk. En gewoon seks die niet toegepast werd op de manier zoals God het bedoeld heeft. In hoofdstuk 6 lezen we dat ze hun problemen niet op een normale manier kunnen oplossen. En dat uiteindelijk voor de rechter gaan uitvechten. Ja, kom op, dat hoort niet zo te zijn, legt hij uit. Er waren huwelijksproblemen, hoofdstuk 7. Nou, zo worden allerlei problemen behandeld. In hoofdstuk 11 gaat ook over het avondmaal, hoe je daarmee omgaat. En hoofdstuk 12 tot en met 14 gaat over de gaven van de geest. Er zijn gaven van de geest om de gemeente op te bouwen. In het midden daarvan heb je het hoofdstuk van de liefde. Ze hadden gaven van de geest, maar er werd op verkeerde manier mee omgegaan. Hoofdstuk 15 gaat over de opstanding, legt Paulus nog eens een keer heel mooi uit. Dus ja, er zitten. Het ging eigenlijk niet goed in die gemeente, maar daar kun je juist heel veel van leren. Maar er zitten ook enorme parels in. Het hoofdstuk 1 Korinther 13, hoofdstuk over de liefde. We hebben geen hoofdstuk wat zo goed uitlegt wat de liefde is. En hoofdstuk 15, zo'n rijk hoofdstuk over de opstanding. Dus dat is even een beetje de setting. En dan begint Paulus. Die begint met de brief. En dan zet hij eigenlijk eerst weer Jezus centraal. De eerste 10 versen, dan zien we elke keer in elk vers Jezus Christus genoemd worden. Behalve in vers 5 wordt naar hem gerefereerd. Dus hij zet Jezus centraal. Dus hij begint in hoofdstuk 1 vers 1. Paulus, een geroepen apostel van Jezus Christus. Door de wil van God en Sosthenes, de broeder, aan de gemeente van God die in Korinthe is. Aan de geheiligde in Christus Jezus. Geroepen heilige, met allen die de naam van onze Heer Jezus Christus aanroepen in elke plaats. Zowel hun als onze Heere. Genade zij u en vrede van God, onze Vader en van de Heere Jezus Christus. Dus Paulus begint heel duidelijk met te stellen, Paulus, nou ja, dus dat staat vrij duidelijk vast dat de brief door Paulus is geschreven. En hij beroept zich op het apostelschap. Hij zegt hij is een geroepen apostel van Jezus Christus. Zijn roeping hebben we, die is vastgelegd, wat ik net al zei. Een groot licht omscheen hem, Jezus verscheen zelf aan hem. En dit is door de wil van God. Mensen worden alleen maar geroepen door de wil van God. Niemand kan tot God komen tenzij God hem roept. Dit is niet Paulus' eigen wil, het is echt door de wil van God. Hij refereert hier aan Sosthenes. Mogelijk is het de Sosthenes uit Handelingen 18, dat weten we niet zeker. Dat was een leider van de synagoge die toen nog in opstand was. Als dit dezelfde is, dan is dat heel mooi, dan is hij tot bekering gekomen. Als het een ander is, is het ook heel mooi, is hij ook tot bekering gekomen. Misschien schreef hij de brief en dicteerde Paulus, dat weten we niet. Maar hij noemt hem in ieder geval broeder. En ze schrijven aan de gemeente van God die in Korinthe is. En dat is mooi dat hij weer heel duidelijk stelt, het is de gemeente niet van Paulus, niet van iemand anders. Het is de gemeente van God. De mensen die hier zitten zijn de gemeente van God als jij opnieuw geboren bent. Wij zijn hier niet de gemeente van Philip of de gemeente van iemand anders, maar de gemeente van God. Maar dit was de Korinthe. In een plaats waar het een grote puinhoop was, qua immoraliteit. Daar heeft God bedacht dat hij het goed vond om daar een gemeente te planten. Om in een plek waar het een puinhoop is, om één hele mooie parel te gaan creëren.
En hij zegt aan de geheiligden in Christus Jezus. Ook al was het een puinhoop waar hij straks heen gaat. Hij noemt ze geheiligden in Christus Jezus. Geroepen heiligen. Een geheiligde, dat is iemand die apart gezet is voor het werk voor God. Je ziet dat in het Oude Testament heb je heel veel boeken. De boeken van Mozes, daar wordt omschreven dat er voorwerpen zijn in het huis van God, in de tempel of in de tabernakel, die geheiligd zijn. Die zijn apart gezet voor het dienstwerk voor God. En nu zijn wij geheiligden in Christus Jezus. Hij herinnert er nog een keer aan. Jongens, we zijn geheiligd. We zijn schoongewassen. En niet alleen Paulus is geroepen door de wil van God, maar hij zegt hier geroepen heiligen. En ook wij zijn geroepen door God. Als jouw hart open staat voor God, als je de geest hebt ontvangen, heb je dat ontvangen omdat God jou geroepen heeft. En jij hebt daar gehoor aan gegeven. Nou zou je nog kunnen denken, nou dat is mooi. De gemeente van God die in Korinthe is, goed nieuws voor hun. Wat hebben wij hier dan aan? Daar haakt hij meteen op in het volgende vers. Want hij zegt, met allen die de naam van onze Heere Jezus Christus aanroepen, in elke plaats. Nou, daar zouden we blij van moeten worden, want Eindhoven valt onder elke plaats. Dus deze brief is niet alleen maar aan de Korinthe gemeente, maar aan alle gelovigen, alle die de naam van onze Heer Jezus Christus aanroepen, in elke plaats. Dit is een brief waar wij van kunnen leren. Zowel hun als onze heren, en hun zijn misschien al ontslapen, maar we hebben dezelfde Heer, want zij leven nog steeds. Ontslapen, sorry jongens, gestorven. En hij begint meteen met genade zij u en vrede van onze God in vers 3. Vrede van God, onze Vader en van de Heer Jezus Christus. De ontmoeting met God, geroepen zijn door God, dat is vanuit genade. Het is gewoon genade dat wij door de wil van God geroepen worden. Want er is niemand die God zoekt. Er is niemand die goed doet. Het is God die op een gegeven moment op je schouder tikt en zegt, ik wil jou, ik wil dat jij bij mij komt. En dat is genade. Waarom is dat genade? Omdat er op de zonde rust er een eeuwig oordeel. Een eeuwig oordeel in een poel van vuur. En op het moment dat jij geroepen bent, geheiligd bent, dan ontsnap je daaraan omdat Jezus in jouw plaats stervend oordeel op zich neemt. Dat is genade. En uit die genade, bijna altijd zie je, als Paulus zegt, genade zij u en vrede, bijna altijd in die volgorde, genade zij u en daarop volgt vrede. Dat zie je in Romeinen 5. Wij nu, gerechtvaardigd zijnde door het geloof, hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus. Op de woensdagavond zijn we door de 2e Petrusbrief aan het gaan. En dan zie je, dan roept hij op dat genade en vrede vermeerderd worden in de kennis van onze Heer Jezus Christus. Daar mogen we in groeien. Dus die genade, die zij aan ons, die is aan ons. En vrede van God. Onze Vader, het draait allemaal om onze Vader. Hij is de opdrachtgever. Hij is degene die roept. En van de Heere Jezus Christus. Niet alleen genade en vrede van God, onze Vader, maar ook van de Heere Jezus Christus. Hij schakelt hiervan, in het eerste vers heeft hij het over Jezus Christus en nu noemt hij hem Heere Jezus Christus. Want als je die genade en vrede hebt ontvangen, is hij jouw Heere Jezus Christus. En even voor de duidelijkheid, Heere Jezus Christus betekent niet dat Heere zijn voornaam is en Jezus zijn middelnaam en Christus zijn achternaam. Heere is niet alleen maar een titel. Heere betekent, ik noem hem mijn Heer. En op het moment dat je iemand een Heer noemt, dat betekent dat jij hem dient. En degene die jij dient, dat is jouw Heer. En Jezus Christus, Jezus, dat komt eigenlijk van dezelfde naam in de grondtekst als Joshua, God die redt. En Christus, dat is hetzelfde als de Messias. Messias in het Hebreeuws, Messias. En Christus eigenlijk het Grieks voor gezalfde. En de Heere Jezus Christus. Dus degene die wij dienen, God die redt. Door de gezalfde, Jezus Christus. En dat is een belangrijke vraag. Is Jezus ook jouw Heer? Als Jezus jouw Heer is, dan ben jij gered van het eeuwige oordeel. En zo niet, dan rust de toorn van God nog steeds op je. Dat is een mooi vers, Johannes 3, vers 16, dat God heeft de wereld heel erg lief. Hij heeft zijn eigen zoon gegeven, zodat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
Dat is een bekend vers, maar tegelijkertijd staat er in Johannes 3, vers 36, als er de zoon ongehoorzaamheid, rust de toorn van God op je. Dus in vers 4, hij dankt, ik dank mijn God altijd voor u. Ondanks wat hij allemaal nog gaat zeggen, dankt hij God altijd voor u. Vanwege de genade van God die u gegeven is in Christus Jezus. En het is ook genade dat ondanks dat het nog een puinhoop is in deze gemeente, en misschien is het nog een puinhoop in jouw leven, dan is het genade dat God geduldig met jou is, maar hij wil wel dat je stappen gaat maken in het volgen van hem. Maar hij dankt zijn God, onze God, altijd voor de Corinthiërs, vanwege de genade van God die u gegeven is in Christus Jezus. En dan in vers 5, u bent namelijk in alles rijk geworden, in hem, in alle spreken en alle kennis, naarmate het getuigenis van Christus bevestigd is onder u, zodat het u aan geen genadegave ontbreekt, terwijl u de openbaring van onze Heer Jezus Christus verwacht. Zij stelt meteen dat ze enorm rijk zijn geworden. Dat is een enorme rijkdom om Christus te mogen kennen, om verlost te zijn, geheiligd te zijn, eeuwig leven te hebben ontvangen, de Heilige Geest te hebben. En de Heilige Geest deelt ook nog gaven uit. Gaven om in de gemeente te dienen. 20 gaven van de Geest. Ze zijn in alles rijk geworden. In hem, in Jezus Christus. Dat is nooit los van Jezus Christus. In Jezus Christus zijn we rijk geworden. In alles spreken en alle kennis. We zullen laten zien dat ze gezegend waren met de diverse goede sprekers. En alle spreken en kennis. Hij refereert in vers 7 ook dat het aan geen genadegaven ontbreekt. Kennelijk hadden ze van die genadegaven waren ze erg rijk bedeeld. In vers 6 staat, naarmate het getuigenis van Christus bevestigd is onder u. Ook die gaven zijn een bevestiging. Een getuigenis van Christus. Het ontbreekt hen aan geen genadegaven. Terwijl u de openbaring van onze Heer Jezus Christus verwacht. Ze waren rijk toebedeeld in die genadegaven, maar we gaan wel zien dat ze die genadegaven niet op een goede manier gebruikten. En dat zien we tegenwoordig heel erg veel. Als wij in hoofdstuk 12 en hoofdstuk 14 de gaven van de geest gaan bestuderen, dan zullen we ontdekken dat je daar heel veel herkenning in ziet in hoe het vandaag de dag in heel veel kerken gaat. Soms is het echt een rommeltje. En dat wil die deels aan banden leggen. Zodat dingen gestructureerd zullen gaan. Terwijl u, in vers 7, de openbaring van onze Heer Jezus Christus verwacht. Dat zie je heel vaak terugkomen in het Nieuwe Testament. De komst of de openbaring van de Heer Jezus verwachten. We verwachten zijn terugkomst. Als het goed is, als christen, ben je daar dagelijks mee bezig. Jezus zegt zelf, als je hier niet dagelijks mee bezig bent, dan ben je ofwel in slaap gevallen, ofwel je bent misschien net tot geloof gekomen en bent hier nog niet in onderwezen. Of je wordt niet vaak genoeg eraan herinnerd. Het is een gelijkenis met 5 dwaze meisjes. Die 5 dwaze meisjes verwachten niet meer de komst van Jezus. En die staan op een gegeven moment aan die deur te kloppen en hij is dicht. Het is te laat. Een christen hoort de komst van Jezus te verwachten. En dat deden deze mensen wel. Er waren wel vragen over hoe zit het nou met die opstanding. Gaat hij behandelen in 1 Korinthe 15. In vers 8 zegt hij, God zal u ook bevestigen tot het einde toe. Zodat u onberispelijk zult zijn op de dag van onze Heer Jezus Christus. Dat is wel echt heel goed nieuws. In een gemeente waar het een zooitje is, zegt hij toch, God zal u ook bevestigen tot het einde toe. Helaas geldt dat niet voor iedereen, want in 1 Korinthe 5 is er iemand in hoererij. En dan zegt Paulus, dit is een hoererij, dat horen we niet eens in de wereld van zulke zaken. Als ik bij jullie kom, ga ik hem aan de Satan overleveren. Ik geloof dat dit gaat over mensen die opnieuw geboren zijn. Als je leest in 1 Petrus hoofdstuk 1, dan gaat het over mensen die opnieuw geboren zijn. En we worden bewaakt door de kracht van God, door het geloof. En God zal ons ook bevestigen tot het einde toe. Dat geloof hebben wij van God ontvangen. Dat geloof is een cadeau van God. Net zoals de genade een cadeau van God is. En God werkt door ons heen. Dat wil niet zeggen dat wij maar een beetje lam achterover zitten. Oh ja, God moet het bewerken in mijn leven. Nee, maar hij bevestigt tot het einde toe. En wij mogen een actieve houding innemen. Zodat u onberispelijk zult zijn op de dag van onze Heere Jezus Christus.
Onberispelijk, dat betekent dat er niks meer op jou aan te merken is. Dat er eigenlijk niks meer te vermanen is over jou. Dat er eigenlijk geen bijzondere, rare dingen aan te merken zijn op jouw leven. Natuurlijk zijn we geheiligd in Jezus. We zijn schoongewassen. Maar in Efeze 5, er wordt de gemeente vergeleken met Christus. En de gemeente wordt een gelijkenis gemaakt tussen de bruid en de bruidegom. En Jezus heeft zich volledig overgegeven voor ons. Ja, zodat hij ons zou reinigen door het badwater van het woord. En dat we zonder smet, zonder rimpel, onberispelijk voor hem zullen staan. Het is een dagelijks reinigingsproces. We worden veranderd in ons denken. Hij wil dat we op een dag onberispelijk voor hem zullen staan. Want jij wilt toch niet dat Jezus terugkomt op een moment dat jij achter een computerscherm naar dingen zit te kijken waar je helemaal niet naar hoort te kijken. Of dat jij je aan het bezatten bent. Of dat jij op een plek wordt gevonden waar je helemaal niet hoort te zijn. Zo wil jij niet gevonden worden. God zal u bevestigen tot einde toe, zodat u onberispelijk zult zijn op de dag van onze Heer Jezus Christus. En God is getrouw, vers 9, door wie u geroepen bent tot de gemeenschap van zijn Zoon, Jezus Christus, onze Heer. En dat is goed nieuws, dat God trouw is. En dat heeft hij bewezen in het hele Oude Testament, dat God trouw is. Maar hij is trouw in de zegeningen, maar hij is ook trouw in de waarschuwingen. Als jij je niet bekeert, als jij niet blijft wandelen, dan waarschuwt hij ook dat God gaat corrigeren. God is getrouw, door wie u ook geroepen bent tot de gemeenschap van zijn Zoon Jezus Christus. En God is trouw. We zijn geroepen tot de gemeenschap van zijn Zoon Jezus Christus, onze Heer. En die gemeenschap, dat is een superbelangrijk woord. Want jij, kijk, ik heb met mijn kinderen heb ik een relatie. Ook al zouden zij niet bij mij wonen, heb ik nog steeds een relatie met mijn kinderen. Een vader-kind relatie. Maar op het moment dat zij bij me wonen en we hebben continu contact met elkaar, dan zijn we ook in gemeenschap. En dat is zo mooi, dat we continu gemeenschap mogen hebben. Dat hebben we nu op dit moment. We hebben nu op dit moment gemeenschap met Jezus, omdat wij hier spreken over zijn woorden en niet over eigen woorden. Dit zijn woorden die God geïnspireerd heeft. Hij zegt, waar twee of drie samen zijn, daar ben ik in het midden. We hebben nu op dit moment gemeenschap. Daarom is het ook zo belangrijk om hier te komen als christenen. Dat we hier samen Jezus mogen ontmoeten. En we hebben sowieso gemeenschap omdat we verbonden zijn in hem. Door zijn bloed. Oké, dan in vers 10 dan gaat hij over naar het stukje om het eerste punt aan te kaarten. De verdeeldheid in de gemeente. In vers 10. En dan gaat hij eigenlijk mee door tot en met hoofdstuk 4 vers 21. Dat gaan we niet allemaal doen vandaag, gaan we niet redden. Maar we beginnen wel met het eerste stukje hierover. Hij zegt, ik roep u ertoe op, broeders en zusters natuurlijk, door de naam van onze Heer Jezus Christus, dat u allen eensgezind bent in uw spreken. En dat er onder u geen scheuringen zijn, maar dat u hecht aan één gesmeed bent. Eén van denken en één van gevoel. Als je kijkt naar smid, hoe die iets aan elkaar smeedt. Een smid die dat doet, die maakt hele hechte verbindingen. En dat krijg je niet zomaar kapot. Maar we moeten ons wel laten vormen dan eerst, om hecht aaneengesmeed te zijn. Ik geloof als wij vragen, Heer, wilt u ons vormen, wilt u wegsnijden wat niet in mijn hart thuis hoort, wilt u wegsnijden wat niet in mijn leven thuis hoort, wilt u mij openbaren de wegen die niet van u zijn, dan kun je enorm hecht aaneengesmeed zijn. Hij wil niet dat er scheuringen onder u zijn, maar dat u hecht aaneengesmeed bent, één van denken en één van gevoel. Scheuringen die zijn natuurlijk een schande voor de naam van Christus. Want Christus heeft ons geroepen om één te zijn, één lichaam. Het is een beetje dubbel wat Paulus hier zegt, want hij zegt hier, ik wil niet dat er scheuringen zijn. Maar in 1 Korinthe 11, dan zegt hij in één keer, maar er moeten ook scheuringen onder jullie zijn, zodat wie beproefd blijken te zijn, openbaar zullen worden. Er zullen in kerken, en dat zie je ook gewoon geregeld, zullen zo nu en dan scheuringen zijn, waar natuurlijk niemand op zit te wachten, dat is verdrietig. Maar dat is een soort reinigingsproces, een soort zuiveringsproces. Zodat degenen die niet oprecht met hun hart met de Heer wandelen, dat gezuiverd wordt, dat dat openbaar wordt. En hopelijk is er dan verzoening, zodat het weer hecht aan één is. Maar het gaat ook wel eens mis.
Hij wil dat we één van denken zijn en één van gevoel. Vaak in kerken of tussen kerken wordt gezegd, laten we gewoon één van gevoel zijn. Laten we gewoon zeggen dat we één zijn, dan zijn we één. Dat is niet de Bijbelse manier van eenheid. Hier staat één van denken zijn en één van gevoel. Paulus maakt er wel wat onderscheid in. Hij geeft echt instructies als zijnde geboden van de Heer. Daar moeten we niet aan tornen. Maar hij zegt zelf ook, als het gaat over het huwelijk, heeft hij ergens ook bepaalde persoonlijke voorkeur. Maar dan zegt hij ook letterlijk, dit zeg ik niet van de Heer, maar van mijzelf. Ik bedoel, er zijn dingen over de kleur van de vloer of kleur van gordijnen of smaak van kleren. Natuurlijk kun je daarover verschillen. Maar als het gaat over echte leringen die in de Bijbel zijn, duidelijke leringen over hoe de gemeente is, wie Jezus Christus is, over de opstanding, over eeuwig oordeel, daar hoor je niet aan te tornen. Daar moeten we één van denken in zijn, één van gevoel. En niet halstarrig jouw eigen traditie aanhouden, een oude traditie of misschien een moderne, nieuwe traditie, nieuwe lering. Maar alleen maar baseren op wat het woord zegt. Sommigen zeggen, ja, maar iedereen heeft zijn eigen interpretatie. Maar ik geloof dat er vrij weinig te interpreteren is aan, heeft er wel of niet een opstanding plaatsgevonden is. Maar dat, ook dat wordt betwist. Of het eeuwige oordeel wordt betwist. Of in zo wordt van allerlei punten worden betwist. Dus dit is een belangrijk vers. Dit is hoe God het wil hebben. Hij wil niet dat er scheuringen zijn. Maar gaat hij naar vers 11, helaas is Paulus over hun bekendgemaakt dat er wel ruzies zijn. En dat ieder van u zegt, ik ben van Paulus, ik ben van Apollos, ik ben van Kefas. Kefas is een Griekse naam voor Petrus. En ik ben van Christus. Er wordt niet gezegd hoe of wat of waarom ze dan van de een zijn. Maar je kan je voorstellen, Paulus is de gemeentestarter. We moeten de gemeentestarter volgen. Apollos, die was heel goed bespraakt. En die bestreed de Joden krachtig in het openbaar, staat er in Handelingen. Misschien zegt de ander, nee, maar Petrus, die heeft met de Heer gewandeld. Hij is de rots, aan hem waren de sleutels van het koninkrijk gegeven. En dan zitten de mensen tussen die zeggen, ja, maar wij zijn van Christus. Wat natuurlijk ook klopt, maar als er verdeeldheid is, dan dat hoort niet. Vers 13, is Christus verdeeld? Is Paulus soms voor u gekruisigd? Of bent u in de naam van Paulus gedoopt? Ik dank God dat ik niemand van u gedood heb dan Crispus en Gaius. Zodat niemand kan zeggen dat ik in mijn naam gedoopt ben. Ik heb echter ook nog het huisgezin van Stefanus gedoopt, zegt hij in vers 16. Verder weet ik niet of ik nog iemand anders gedoopt heb. Want Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, maar het evangelie te verkondigen. Niet met wijsheid van woorden, opdat het kruis van Christus zijn inhoud niet verliest. Paulus is evangelist. Hij maakt hier duidelijk dat hij het evangelie verkondigt. Dopen doen blijkbaar de anderen, misschien Timotheus, Titus, die vaak met hem mee waren op reis. Maar hij verkondigt het evangelie. En dat doet hij niet met wijsheid van woorden. Kennelijk waren ze erop gericht van, wie is hier de goede spreker? Er was verdeeldheid. Ik ben van Jantje, ik ben van Pietje. Dat hoort niet zo te zijn in de gemeente. Ik ben nu voorganger, maar ik geloof in een meervoudig leiderschap. Als er in de toekomst meerdere leiders zijn, dan hoor je niet te zeggen, ja, ik ben meer van hem, ik ben van hem. Nee, ik kom alleen die zondag wanneer Jantje spreekt. Ja, ik kom die zondag wanneer Pietje spreekt. Dat hoort niet zo te zijn. Tegelijkertijd waarschuwt hij natuurlijk ook, dat wil niet zeggen dat je nooit de mensen moet toetsen. Want daar heeft hij ook duidelijk iets over gezegd. Als mensen verkeerde leer brengen, dan moet je natuurlijk wel van zeggen. Maar Paulus die verkondigt gewoon het evangelie, niet met wijsheid van woorden. En hij gaat ook uitleggen wat dat betekent, die wijsheid van woorden. Het gaat over menselijke wijsheid van woorden. Menselijke mooie verhalen, filosofieën. Ja, we zitten wel in de Griekse wereld hier, met de Griekse mythologie. Waar mensen gewend waren om mooie verhalen te horen en mooie gedachtegangen. Maar dat doet Paulus niet. Die komt niet met wijsheid van woorden. Opdat het kruis van Christus zijn inhoud niet verliest. Niet mooie theologische hoogdravende woorden. Want vers 18. Het woord van het kruis is voor hun die verloren gaan, is dat wel dwaasheid. Maar voor ons die behouden worden, is het een kracht van God. Hij stelt hier eigenlijk, we hebben de dwaasheid van het kruis en we hebben de wijsheid van de wereld. Die gaat hij tegenover elkaar zetten. Het woord van het kruis is voor hun die verloren gaan, is dat dwaasheid.
Kom op, wat is dat voor verhaal, jongens? Jullie leider die afgeranseld is aan het kruis, dat is geen cool verhaal. Dat is niet hoog filosofisch. Dit is toch dwaasheid? Maar voor ons die behouden worden, is het de kracht van God. Paulus heeft eerder gezegd, ik schaam mij niet voor het evangelie. Het is de kracht van God. Dit is de enige weg via het kruis van Jezus om gered te worden en het eeuwig leven te ontvangen. Er staat geschreven, vers 19, ik zal de wijsheid van de wijze verloren doen gaan. En het verstand van de verstandigen zal ik er niet doen. Waar is de wijze? Waar is de schriftgeleerde? Waar de redetwisten van deze wereld? Heeft God niet de wijsheid van deze wereld dwaas gemaakt? Dus vers 19, ik zal de wijsheid van de wijzen verloren doen gaan. En het verstand van de verstandigen zal ik er niet doen. Mensen die denken dat ze eigenlijk het beter weten dan God. Betere theorieën, betere leringen, denk aan de evolutietheorie. Denk aan de menselijke filosofie. Denk aan wereldse psychologie. Denk aan wereldse pedagogie, opvoedkunde. Dat komt allemaal vanuit het humanisme. Humanisme, dat is een paar honderd jaar geleden ontstaan. De evolutietheorie werd ingevoerd. En mensen zeiden, we moeten een bepaalde kijk op het leven hebben, op de zielzorg. Vanuit het perspectief dat God er niks mee te maken heeft. En zo is er van alles en nog wat opgesteld. Waar wij nu mee te maken hebben. En dat gaat natuurlijk door alle eeuwen al zo door. Maar ik zal de wijsheid van de wijze verloren doen gaan, zegt God. En het verstand van de verstandigen zal ik teniet doen. Waar is de wijze? Waar de schriftgeleerde? Waar de redetwister? Hun die altijd willen discussiëren over de waarheid van God en over de wijsheid van de wereld. Heeft God niet de wijsheid van deze wereld dwaas gemaakt? Misschien een voorbeeld, ja, de evolutietheorie, de meeste mensen kennen het natuurlijk wel. Maar in de ogen van God, en je kunt hier een uur lang een wetenschappelijk verhaal over houden, maar in de ogen van God is dit dwaasheid. Genesis 1 en 2 laat zien, in 6 dagen heeft God de aarde gemaakt, de hemel en de aarde en alles wat erin is. Exodus 20 vers 11, God schrijft dat met zijn eigen vinger, want in 6 dagen schiep God de hemel en de aarde en alles wat erin is. En dat koppelt hij aan 6 werkdagen. In Exodus 31 vers 17 doet hij het nog een keer. Het staat duidelijk in de Bijbel, in 6 dagen heeft God alles gemaakt. En wat zeggen de geleerden? Nee, er was een keer een worm. Er was een keer een soep en daar ontstond iets in. Er is niks van bewezen. Zelfs de proef van Miller is helemaal niet... Ja, sorry, ga ik niet uitleggen, maar er is een proefje wat zou moeten bewijzen dat er in zo'n soep leven kan ontstaan. Die is gebaseerd op de verkeerde informatie. Dat is al lang achterhaald en nog steeds houden ze vast aan dat er een soep was en er ontstond wat en er kwam een wormpje en er werd een visje en die vis liep het water uit. Die bedacht op een dag dat hij benen zou hebben. Geen idee wat benen waren, maar die had hij toch ineens. En hij ging naar de Albert Heijn en daar kocht hij eten. Nee, die was er natuurlijk nog niet. Ja, sorry, een beetje flauw, maar dat is wat God zegt. Het is dwaasheid. Als wij alleen al ons oog bestuderen, waar bibliotheken vol over geschreven zijn. Miljoenen cellen die elke... Eén blik hier heb je miljoenen cellen voor nodig die een plaatje vormen in jouw hersenen. Wat enorm high-tech is. Ontzettend high-tech is. En elke seconde, 18 keer per seconde, worden er beelden gemaakt op jouw, in jouw hersenen. Voor beide ogen. Die tegelijkertijd inzoomen op één punt. En dat miljoenen keren per dag. Dus dat visje kreeg op een dag, toen hij uit het water gelopen was, een dikke vrat op zijn voorhoofd. Later kreeg hij nog eens een nageslacht en die vrat werd in één keer doorzichtig en ineens kon hij daarmee zien. Dat is de wijsheid van de wereld. Jongens, hier zijn geen bewijzen voor. Er zijn gewoon echt geen bewijzen voor. En mensen geloven het massaal. De evolutietheorie is niet bewezen. Er zijn zelfs atheïsten die hier niet eens in geloven. Omdat het niet bewezen is. Maar God heeft de wijsheid van deze wereld dwaas gemaakt. Misschien ben ik erg confronterend als je in theïstische evolutie gelooft, maar ik ga graag in gesprek hierover. Waar is de wijze? Ik moest zo denken aan het verhaal van Job. Job 38, 39. Job zit in een moeilijke situatie
Hij heeft filosofische vrienden, hoe dat allemaal is ontstaan. En dan heeft Job een gesprek met God. Job, waar was jij toen ik de aarde grondvestte? Job, waar was jij toen ik de afmetingen van de aarde bepaalde? Job, ben jij al ingegaan in de schatkamers van de sneeuw? Job, heb je de voorraadkamers gezien van de hagel die ik bewaard heb voor de dag van het oordeel? En de strijd, heb je dat gezien? Heb je de bodem van de zee bewandeld? Wij weten nu dat de diepste bodem van de zee 11 kilometer diep is, de Marianentrog. Volgens mij zijn we op 2 kilometer diepte geweest. Heb je de bodem van de zee bewandeld? Waar is de wijze? Wie heeft de mensen verstand gegeven, zegt God? Wie heeft inzicht in het hart gegeven? En deze mensen die denken het beter te weten dan God? Waar is de wijze? Waar de schriftgeleerde? Waar de redetwisten van deze wereld? Heeft God niet de wijsheid van deze wereld dwaas gemaakt? Want omdat, vers 21, in de wijsheid van God, de wereld door haar wijsheid, God niet heeft leren kennen. Dit vers moet je thuis echt eens even een paar keer goed lezen. In de wijsheid van God, omdat in de wijsheid van God de wereld door haar wijsheid God niet heeft leren kennen. Dus God zegt eigenlijk, dit is mijn wijsheid. Dat door jullie wijsheid leer je God niet kennen. En heeft het God behaagd, God heeft hier plezier aan, door de dwaasheid van de prediking van dat kruis te redden, hun die geloven. In de ogen van de wereld is het een dwaas verhaal, maar voor hun die geloven is dit de grootste wijsheid. Dit hele boek staat vol van enorme wijsheden. En dit behaagt God. Immers de Joden vragen om een teken en de Grieken zoeken wijsheid. Geef ons een teken, zeiden de Joden. En de Grieken zoeken mooie woorden. Maar wij prediken Christus, de gekruisigde. Voor de Joden een struikelblok. Waarom? Zij zochten een wereldleider die hun zou bevrijden van het Romeinse Rijk, van de onderdrukking. En voor de Grieken een dwaasheid. Maar als de Joden toch de schriften goed hadden bestudeerd, dan zouden ze geweten hebben op basis van Zacharia 12, vers 10. Zij zullen zien, ze zullen mij zien, mij de Heere, wie zij doorstoken hebben. Jesaja 53, dat de Heere als een lam afgeslacht zou worden, dat God alle ongerechtigheden op hem zal doen neerkomen en dat hij verbrijzeld zou worden om onze ongerechtigheden. Nee, ze keken alleen maar naar de fijne dingen. Naar die heerser die zou komen. En dat is vandaag de dag ook zo. Wie kent nog de profetieën van het Nieuwe Testament of van de toekomende dingen? Als je dat niet goed kent, dan loop je het risico gewoon misleid te worden. Voor de Grieken is dit allemaal dwaasheid. 24. Maar voor hen die geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, prediken wij Christus, de kracht van God en de wijsheid van God. Voor degene van wie de ogen geopend zijn, is dit wijsheid van God. Want het dwaze van God is wijzer dan de mens. En natuurlijk is er niks dwaas bij God. Maar dat wat het minst wijs is, dat is nog steeds wijzer dan de mensen. En het zwakke van God is sterker dan de mensen. Let namelijk op uw roeping, broeders en zusters. Let daarop. We zijn geroepen. En zijn er onder u niet veel wijzen naar het vlees, niet veel machtiger en niet veel aanzienlijker? Ik weet niet, ik denk dat dat hier ook wel klopt. Ik weet niet, zijn er veel wijzen naar het vlees? Wie is hier professor? Geen professor. Niet veel machtiger. Is er hier iemand multimiljonair? 2 Ferrari's, 3 Ferrari's, zo. In Christus. In Christus ben je rijk. Nee, maar naar de wereld is dit. Hè? Dat zijn, hè? En er zijn niet veel aanzienlijke. Is het... Mark Rutte zit hier niet. En andere ministers. Nee. Misschien bekende voetballers. Giovanni! PSV. Maar goed, het staat ook niet veel aanzienlijk. Hè? Dan, maar het dwaze van de wereld heeft God uitverkoren om de wijze te beschamen. En misschien zien we dat nu niet. Misschien zijn wij nu degene die een beetje bespot worden. Maar dit is echt heel kort, dit leven. En de eeuwigheid is verschrikkelijk lang. Echt enorm lang. De eeuwigheid is heel lang. En dan zullen ze beschaamd worden. En het zwakke van de wereld heeft God uitverkoren om het sterke te beschamen. En het zwakke, dat is degene die durven te zeggen, Heere, ik kan het niet alleen. Ik kan niet alleen bij u komen. Ik kan niet alleen door dit leven. Ik heb u nodig. De wereld vindt dat zwak. Die zeggen, oh, moet je kijken. Hij redt het niet alleen. Nee, dat zijn inderdaad de zwakken.
Die heeft God uitverkoren om het sterke te beschamen. En het onaanzienlijke van de wereld en het verachten heeft God uitverkoren. En wat niets is, om wat iets is te niet te doen. Opdat geen vlees voor hem zou roemen. Wat betekent dat? Dat alle eer aan God is. Alle eer is aan God. Helemaal niemand kan zeggen, moet je eens kijken, op mijn kracht ben ik de hemel binnengekomen. Kijk eens wat ik allemaal heb gedaan. Nee, helemaal niks. Zodat geen vlees kan roemen. Hij kiest het onaanzienlijke uit de wereld. Maar uit hem bent u in Christus Jezus. Uit de Vader zijn wij in Christus Jezus. Die voor ons is geworden wijsheid van God. En wat is dit een prachtige wijsheid van God. David heeft ontdekt dat de woorden van de Heer, dat die zoeter zijn dan honing. En zelfs zoeter dan honing uit een honingraad. Het is begerenswaardiger dan goud. Dat is de wijsheid van God. En de vreze des Heren is het begin van de wijsheid. De vreze des Heren is het begin van de kennis. Het begint allemaal bij de Heren. Uit hem bent u in Christus Jezus, die voor ons is geworden wijsheid van God en gerechtigheid. We zijn gerechtvaardigd. Heiliging. We zijn apart gezet voor het dienstwerk van God. En verlossing. Verlost van de zonde. Verlost van het eeuwige oordeel. Verlost van de banden van de duisternis. Verlost van de macht van Satan, waar we niet meer onder hoeven te zijn. Verlost, we hebben de Heilige Geest die ons kracht kan geven om met hem te wandelen op een zuivere manier. Opdat het zal zijn zoals geschreven staat, vers 31. Wie roemt, laat hij roemen in de Heere. Alle eer is aan God. Alleen maar hem komt alle eer toe. En wat we vandaag hebben geleerd is 1. Het kan een puinhoop zijn. God, die is er nog steeds. En die waakt over ons om ons leven recht te zetten. 2. Er moet geen verdeeldheid zijn. Dat is vleeselijk, gaat hij straks uitleggen. Vleeselijk. Hij wil dat we geestelijk zijn. En we lezen dat er geen intellectuele, geen hoogdravende wijsheid in de kerk hoort te zijn. Geen status. Hè, want God is degene die ons geroepen heeft en die de genadegaven geeft. Aan alle eer is aan God. Laten we bidden. Hemelse Vader, Heer Jezus. We danken u voor uw wijsheid. We danken u voor de kracht van dat kruis, Heer. Wat zo dwaas klinkt. Maar wat voor ons iets is wat heerlijk is. Natuurlijk zit daar een verdriet aan. Maar Heer, dat schenkt ons het eeuwig leven. En doordat u de dood overwonnen hebt door de opstanding. Dank u dat u deze woorden van dat kruis zo hebt gemaakt dat de kinderen het kunnen begrijpen. En u zegt dat we moeten worden als kinderen. Dank u wel voor deze wijsheid die van God is. Die de wereld niet begrijpt. Heer, en als er vandaag iemand is die zijn leven nog niet aan u heeft gegeven, Heer, wil ik u vragen, Heer, wilt u hem aanraken? Wilt u die persoon aanraken? En Heer, geven dat hij ook, of zij ook uw kind mag worden, Heer, en ook de wijsheid van dit kruis mag begrijpen en dat eeuwig oordeel mag ontsnappen, Heer, en voor eeuwig in uw aanwezigheid mag zijn. Heer, raak ons aan, vervul ons, verkwik ons, Heer, zodat we weer vervuld worden met uw geest. Zodat we weer verfrist naar huis gaan. Heer, we danken u voor uw wijsheid. En dat u daarmee de wijsheid van de wereld teniet doet. We danken u voor uw liefde, voor uw trouw. En dat u aan het werk bent in ons. Dank u voor uw geduld met ons, Heer. Dat we zo traag zijn om te luisteren soms. Maar Heer, vergeef ons. Schenk ons genade en barmhartigheid. In Jezus' naam. Amen.